welkom allemaal. Welkom bij de uitreiking van de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond over het jaar 2018. We hadden een jaartje overgeslagen voor die mensen die vorig jaar ook een uitnodiging hadden. Het sneeuwde toen, toen we op weg waren of zouden willen gaan richting het Luxor Theater. Toen is het allemaal niet doorgegaan. Nu is er voor dit jaar gekozen om samen te werken met het ABN AMRO World Tennis Tournament. En we zijn hier dus vanavond te gast om de belangrijkste sportprijzen uit te reiken. We eren de sporters, de coaches, de clubs, de vrijwilligers en alles en iedereen die zich in deze stad en regio met de sport bezighoudt. Jij maakt de jongste weer de oudste. Kan niet, bestaat niet. En dat is de norm. Met de Meer dan Sport Award feliciteren we Ramon Storm. Ramon Storm. Wethouder, wilt u er iets bij zeggen? Nee, ik vind het fantastisch dat er verenigingen zijn die meer doen dan alleen maar hun core business en dat is sport aanbieden. Ik vind het heel fijn dat er ook Rotterdammers zijn die omzien naar mensen die ook iets kunnen bereiken, die ook dromen hebben. Dat doe je fantastisch. Dus ik denk, verdient deze fantastische prijs. Dankjewel. Mooi, dankjewel wethouder. We maken direct een mooi plaatje daarbij. En Ramon, ik ga je toch kort een vraagje stellen. Wat betekent deze onderscheiding voor je? Ja, dat is echt super vet. Want er werd maar gevraagd, ga bij het podium staan. Want als je wint, dan sta je dicht bij het podium. Mag ik dat nou winnen? Dat doe ik toch niet. Dus ik stond achteraan. Dus ik ben er super blij. Dan kun je wel langer genieten van de mars naar voren, hè, als je gewonnen hebt. Ja, dat is super gaaf. Rotterdam, bedankt. Ja, wat betekent het voor je werk dat het erkend wordt, zeg maar? Een goede manier van aangepast sporten in de picture zetten. En daar gaan we voor in Rotterdam. Mooi, dank u wel. De Meer dan Sport Award, gewonnen door Ramon. En Rijndam, revalidatie. Trainen voor finales, met de prijzen aan de haal. Het meeleven, de overgave, de absolute wil. Oog voor je pupil, dat gaat boekies te buiten. Tenniscoach van Kiki Bertens, van harte, Raymond Sluiter. Ja, drie keer sportman van het jaar, drie keer sporttalent van het jaar. Je was al een keertje sportcoach van het jaar en nu voor de tweede keer. Gefeliciteerd, sportcoach van Rotterdam-Rijnmond. Ja, nou ja, pak hem aan. Waanzinnig bedankt. Zo, ja. Dat is nog een behoorlijk zware jongen. Ja, nou, ja, hartstikke tof, dank je. Als je al Nederlands beste coach bent, in elk geval die prijs heb je gewonnen, dan is het toch ook een beetje logisch dat je ook in onze regio de beste coach bent, toch? Nou ja, dat zou je kunnen zeggen, maar ja, als je de andere genomineerden bekijkt, weet je, het blijft met sporten, hè, het bekende appels en peren verhaal. Kiki Bertens, waar ik mee wel gewerkt heeft, fantastisch gedaan. Maar als je kijkt naar de andere genomineerde coaches, die zijn volgens mij Europees kampioen en wereldkampioen geworden. Dus daar had ook zeker wel wat voor te zeggen geweest. Desalniettemin hartstikke tof dat ik hem, mag krijgen. Samen sta je helemaal niet sterk. Samen kun je juist bewegen. Samen op naar voren. Samen van hier naar daar. Beste beentje doe je nooit in je eentje. Een club draag je met elkaar. Respect staat boven winnen. Dat is pas presteren. Als leukste clubpie van het jaar willen we de Hoekers feliciteren. De Hoekers. Gefeliciteerd. En ja, je dekte de award, en niet alleen de award, maar een prachtige vrouw af. Ja. Dit is de bijbehorende award voor het leukste clubpie van het jaar. Misschien even tonen aan de wereld. Ja, wat betekent deze award voor de Hoekers en voor jou persoonlijk? Als eerste als club, ja, het is uniek. We zitten 45 kilometer van de Coolsingel aan het water. En we zijn het leukste clubpie van Rotterdam. Dat is uniek. Persoonlijk, ja, te gek. Het is gewoon onze sport, onze club. Trots, heel trots. Spreken is zilver, zwijgen is goud, maar woorden verdwijnen als je op jezelf vertrouwt. Niet dat het dan stil wordt, want je handelen spreekt. In dikke tranen en druppels zweet. Van uitdelen tot incasseren. Je wordt getest als je de beste wil zijn. Felicitaties voor jouw prestaties. En met jouw award, Noeska Fontijn. Noeska Fontijn, de sportvrouw van het jaar. Maar waar de sportcoach er niet is, is ook de sportvrouw van het jaar er niet. Ze staat op de lange latten, is lekker aan het skiën. Nu heb ik begrepen dat er twee vriendinnen van haar aanwezig zijn. Niet dat er nou opeens heel veel handen omhoog gaan. Van mensen die zeggen van ja, ik hoor ook tot de intieme kring van Noeska. Ik heb er ook nog twee namen bij gekregen, Merel en Nina. Waar zijn jullie? Oh, hier. Hi. Ben je Merel of Nina? Nina. Wil je op het podium? Droom je daarvan? Dan is dit het moment, zou ik zeggen.
Want daar is de award. En ik zou zeggen, neem hem in ontvangst. Namens Nouska. Wil je er nog namens haar iets bij zeggen? Of overval ik je dan? Dan overval je me een beetje, maar ik wil wel zelf iets zeggen, denk ik. Wat betekent zij voor jou? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, precies, want Nouska is bij succes altijd heel nuchter. En bij tegenslagen altijd heel erg doorzettend. En dat maakt haar volgens mij een fantastische sportvrouw en voor mij een hele inspirerende vriendin. En je gaat hem aan haar overdragen en dat heb je met verven nu al gedaan, zou ik willen zeggen. Dank je wel daarvoor. Dankjewel. De geur van het asfalt, volle focus, één met je machine. Souplesse, finesse, jij bent voor snelheid gebouwd. Klaar voor de start, afgaan op de finish. Die podiumplaats is voor jou. Dat komt door de wielen, dat komt door het stuur, maar de coureur vormt telkens het hart. Of de motor natuurlijk. Gefeliciteerd, Michael van der Mark. Gefeliciteerd. Nee, fantastisch. Dit is de eerste keer, dames en heren, in die 25 jaar dat ik dit meemaak, dat we een gemotoriseerde sport hebben en een sportman van het jaar. Dus dat is wel heel uniek en echt wel een applausje waard, zou ik zeggen. Nu een beeldje in je handen. Wat doet dat toch met jou, die waardering uit Rotterdam? Ja, het is wel heel gaaf. Ik zou het podium ook van, ja, normaal, ik hou me niet zo bezig met dit soort dingen. Ik doe het liefst racen. Maar als ik dat win, ja, is het toch wel heel speciaal. En ja, het is geweldig dat zoveel mensen toch op mij gestemd hebben. En ik ben iedereen heel dankbaar daarvoor. Ja, ook de waardering voor de sport, hè, van jou? Ja, zeker. En ik denk dat het ook gaaf is dat een keer een andere sport is, een gemotoriseerde sport. En ja, ik hoop dat ik er snel weer een keer op mag halen. Er zijn van die mensen anders dan anderen, waar een vereniging op bouwt. Daar kun je een eeuw over praten, maar omgerekend in zwaarte zijn ze hun gewicht waard in goud. Dat zijn helden, omdat ze helpen. Als het moet, zelfs dag en nacht. Op nog een eeuw voor Do's Again. Johan Wensveen, proficiat. Kijk, de award wordt je bij deze uitgereikt. Ja, Do's Again, een prachtige vereniging op Rotterdam-Zuid. En het gaat goed met de vereniging? Het gaat fantastisch. We zijn nu lekker aan het bouwen voor een nieuwe kantine. We gaan morgen met Esther Vergeer zitten hier zo. En we gaan er lekker tegenaan. Ik heb er zin in. Leuk. Als je kijkt naar de geschiedenis van die vereniging, kun je er iets over vertellen voor die mensen die Do's Again niet kennen? Nou ja, de vereniging bestaat 100 jaar. Dat heb ik dus bijna meegemaakt. En ja, het is echt wel op niveau geweest 40, 50 jaar geleden. Nu is het meer recreatief. Maar ja, het is ook belangrijk om iedereen te laten sporten. Dus ook gewoon recreatieve mensen en ook de minder vlieden. Daar zijn we mee bezig. Leuk. Ja, en wat betekent deze award dan? Ja, ik ben super trots. Ik wil ook even Sportsport bedanken die mij zeker bijgestaan hebben. Yusuf, Liana, allemaal super bedankt. Moet dat makkelijker gezegd worden. Dankjewel. Nou, toon hem nog één keer aan alle mensen, dames en heren. De vrijwilliger van het jaar, Johan Wensveen. Niemand kan in de toekomst kijken, maar mijlpalen vertellen. Welke route er ligt uitgestippeld. Wat de sterren spellen. Welk succes er ligt te wachten. Tenminste, daar steven je op af. Door met hart en ziel te werken. Geen grammetje minder dan de max. Op weg naar meer succes word je nu al gewaardeerd. Celine Del Carmen Alvarado, van harte gefeliciteerd. Jij wilt natuurlijk prijs winnen. Hè? Op het podium ging het eigenlijk gelijk al over het wereldkampioenschap. Die je niet had gewonnen, maar ben je toch wel blij met deze prijs? Ja, ja zeker. Ik win het wereldkampioenschap niet, maar dit bewijst toch wel dat ik een heel goed seizoen heb gedraaid. Dus dat is wel mooi. Mensen moeten op jou stemmen. Hè? En het is een grote waardering en dat jij een grote belofte bent, toch? Ja, ja zeker. Blijkt weer dat heel veel mensen op mij hebben gestemd. En dat is wel mooi, leuk dat zij ook achter mij staan en dat ze weten wat ik doe en waarvoor ik het doe. Kampioen word je niet zomaar. Dat is niet voor iedereen. En word je het wel, is dat een teamprestatie. Dan is een ieder één. Er voor elkaar zijn, ondanks pijn, pech en tegenslagen. Tot het uiterste van binnen, want winnen doe je samen. Dan kun je in je thuishonk Rotterdam heel Europa domineren. En mogen we jullie, Curaçao Neptunus, met de homerun feliciteren. Daryl Collins en Dwayne Kemp van Curaçao Neptunus. Ja, je hebt een beeldje in je hand. Helaas niet van het talent, maar wel van sportploeg. Ik denk dat je daar ook wel heel blij mee bent. Ja, zeker, zeker. Het was mooi meegenomen als we die andere ook zouden winnen, maar dit is ook heel mooi. Vooral omdat het met het team is. Wat was het voor jaar voor jullie, hè? Kampioenschappen bereikt, maar ja, kan je vertellen hoe jullie 2018 is gegaan? Ja, heel goed. Ik bedoel, iedereen heeft een doel. Als je bij Neptunus speelt, speel je voor een kampioenschap. En je wilt alles winnen. En dat is dit jaar weer gelukt. Dus het is voor ons een heel goed jaar. Ja. Voor de laatste keer, hier zijn ze. De kampioenen van 2018.